Zijn. Je bent 15 keer Nederlands kampioen geweest in broodbakken. Klopt. Waar heeft u op gelet bij deze test? Waar we normaal in de bakkerij altijd op letten, kleur, volume, samendrukbaarheid, structuur vooral. Of de strepen in zitten, hoe de geaardheid van de korst is. Want ik vind dat bij een hoop brood een vrij dikke korst aan zit. Wat de maaltijd enorm negatief beïnvloedt. Over het algemeen, ik vind de broden nog niet eens zo slecht. Als je bekijkt dat zo'n apparaat om en nabij tussen 100 en 200 euro kost. Terwijl een bakker, een geavanceerde bakkerij, kost al een half miljoen euro. Dat je er toch nog een aardig broodje uithaalt. Meneer Van der Ven, u bent docent brood en banket aan het ROC, het regionaal opleidingscentrum in Amsterdam. Waarom knijpen jullie steeds in dat brood? Dan voelen we hoe lekker het moet zijn. En dan voelt u meteen of het wel kwaliteit, of niet lekker is. Alles kun je met je vingers en je handen voelen. Klaas Hoekstra, uw bakkerij is uitgeroepen tot de beste van 2004. Dat lijkt me rijkelijk vroeg. Dan kun je er ook het hele jaar ervan genieten. Ja, denk ik. Wat is uw algemene indruk overigens van het brood wat gemaakt is door deze broodbakmachines? Nou, over het algemeen is het best redelijk. We hebben als bakkers natuurlijk best wat vooroordelen en we hebben wat op- en aanmerkingen. Maar ik denk dat in de belevingswereld van de thuisbakkende consument dat het best een heel aardig broodje is. Want Allert Jacobs met een bakkerij in Drunen in Brabant, waarom kopen mensen zo'n machine? Ik denk voor vers geurend brood in huis te hebben. De geur en brood als emotie en heerlijk om mee wakker te worden. Jan Aertschult heeft een bakkerij in Oldebroek. Voor wie is zo'n broodbakmachine een aanrader? Het is op zich best heel grappig, maar het is vooral een aanrader voor mensen met een glutenvrij dieet. Een glutenvrij dieet? Een glutenvrij dieet. Dat is heel specifiek en dat is heel gevoelig voor andere stoffen. En dan is het heel erg veilig, zeg maar, in feite voor die consument. Dan gaan we nu naar de uitslag, heren, met u wel nemen. Op nummer 6 is geëindigd de broodbakmachine van het merk Princess. De Silver Breadmaker 1935. U gaf een gemiddeld cijfer van 2,8 voor het brood. Hij kost €89,95 en is algemeen verkrijgbaar. De machine wordt tijdens het gebruik erg heet, dus oppassen met aanraden. Hij is makkelijk in het gebruik, maar tijdens onze test zijn er 2 van die machines kapot gegaan. Daar waren wat onvoldoendes op een aantal punten. Eigenlijk op alle punten. Waarom eigenlijk? Nou, hij was niet goed gemengd en niet goed gekneed. En dat is uiteindelijk de basis voor goed brood bakken. Als je niet goed kneedt, dan kan de rest nog zo goed zijn. Dan lukt het niet meer. Dan gaan we naar nummer 5. Daar staat de Kenwood Rapid Bake BM258. Gemiddeld cijfer 5,1 voor het brood. Prijs €149. De duurste broodbakmachine uit de test. Bij Expert, EP en Bijenkorf verkrijgbaar. Erg gemakkelijk in te stellen. Dat was overigens brood nummer 539 voor jullie. Wat vond je van de structuur? Ja, de structuur was goed. De kost is ook redelijk. Alleen hij is veel en veel te zout. Veel te zout? Veel te zout. Zijn dat nou echte concurrenten voor u, meneer Hoekstra, deze broodbakmachines? Nou, wij zien dat eigenlijk niet als een concurrent. Het is voor de mensen die thuis bakken, is dat gewoon een hobby. En nou, dat is op zich heel erg mooi. Ook de kinderen komen daardoor weer meer in aanraking met brood. Wat positief is voor het broodverbruik. En ja, misschien zitten er ook weer potentiële jonge bakkertjes onder. Voor bakkerij Hoekstra. Voor bakkerij Hoekstra. En, de beste bakker van 2004. Wij gaan daar regelmatig gaan wij daar inderdaad mee door. Wij houden wat demonstraties en ook spreken u voor de hobby in de Lekkerbek. Ik snap het. Op nummer 4. De Inventum BM25 met een krappe voldoende, een 5,6. Algemeen verkrijgbaar. Prijs €89,99. Deze machine maakt veel geluid. Op nummer 3. De broodbakmachine van de HEMA met een eerste voldoende, een 6. De prijs €98,95. Toen we op de ingrediëntenlijst keken voor het witbrood, stond er boter bij. Maar toen we vervolgens de ingrediënten in de goede volgorde in de machine wilden doen, was de boter in de lijst niet meer terug te vinden. Dat was dus een foutje in de gebruiksaanwijzing. Zit er nou een verschil in het bakken van het brood in dit soort machines of het bakken van brood in de oven? Ja, brood in de oven komt zeg maar bij een bakker uit de rijskast en dan wordt die ingeschoten. En dat heet ingeschoten? Dus inschiettemperatuur, noemt men dat. Ja. Dat is een hele hoge temperatuur, waardoor die langzaam terugzakt. Nou, wat je ziet bij een broodbakmachine is dat die overgaat van rijst naar bakken. En dat is een proces dat is heel traag. En dat is gewoon negatief voor de korst van het brood, zeg maar. We gaan naar nummer 2. We naderen de winnaar. De Inventum BM05 staat daar met een 6,7 als gemiddeld cijfer voor de kwaliteit van het brood.
Prijs €69,99 en ook deze machine is algemeen verkrijgbaar. Het bedieningspaneel is duidelijk. Het nadeel is dat hij veel herrie geeft. Dat was brood 148 voor u, meneer Son. Wat vond u ervan? Oh, ik vond dat dit de bakkerskwaliteit het dichtst benadert. De verhouding van de korstdikte en de malsheid van de kruim vond ik met afstand de beste. Houdt u dat brood eens naast uw gezicht? Kunnen we het zien? Oh, dat was het brood. Deze heeft een fijne structuur en niet de dikke korst. Als je naar deze kijkt, deze heeft een enorme dikke korst. Dat is denk ik het verschil. En deze blijft pertinent lange mals. En dan gaan we naar de nummer 1, de winnaar, de AFK, met een 7,1. De goedkoopste van de 6. €49,99 bij de Marskramer en hij is ook te koop bij de Mediamarkt. De gebruiksaanwijzing en de bediening van deze machine zijn wel erg onduidelijk. Dat was brood, meneer Van der Ven, nummer 851. Wat vond u van dit winnende brood? Mooie kleur en smakelijk. Misschien dat het nog wat langer gekneed kan worden en dan wordt het nog mooier en lekkerder. Meneer Hoekstra, heeft u nog tips voor de thuisbakkers? Ja, het is zeker een leuke hobby. Je kunt experimenteren en je kunt bij de plaatselijke bakker waarschijnlijk toch wel wat grondstoffen kun je van hem betrekken en wat adviezen. En dan kom je een heel eind en lukt het helemaal niet, ga dan naar de bouwbakker. Dank u wel, heren. U was een geweldig testteam. En natuurlijk zijn de testresultaten weer na te lezen op onze site kassa.vara.nl. Dit was Kassa. Goedenavond.